Ja. Doei. Ja. Nou, dit gaat allemaal net goed. Ja, dit is goed. Zou ik het drinken maar vasthouden? Ja. Dat is beter. Ja, oh, oh. Oh, ja. Nee, gaat goed. Dit kan wel zo. Oké, okay, nice. Lekker die kartonnen zo, rietjes. Alsof ik nooit naar de McDonald's ga. Ja, zo raar. Jij neemt gewoon een flesje water omdat je geen kartonnen rietje wil. Oh ja, nee. Dus maar papieren ik, nee, ik drink geen frisdrank meer. Waar gaan we? We gaan wel eerst daar zo heen. Hoe heet het? Ze krijgen nu ook houten lepels in de McFlurry. Hout? Ja, gewoon. Dus krijg je een splinter. Dat is dat raar. Maar weet je hoe goor dat is, die smaak? Ja, ik vind ook die kartonnen dingetjes, dat gaat altijd op een gegeven moment helemaal. Ja, dat wordt helemaal soppig. Mm-hmm. Maar ik heb wel in de auto nog andere rietjes liggen, maar zover laat ik oh, ja. Niet. Kijk, als je zo naar links gaat. Oh ja, moet je misschien zo. Oh ja. Laat hem maar legaal rijden. Legaal rijden. Nee, maar hoe heet het? Ze krijgen dus houten. Ja, dit is echt vreselijk. Welkom in de vlog. Oh nee. Oh ja. Ja, stoepie. Ja. Oh, net goed. Nice. Oh, dat zijn ze. Oh nee. Ze maar waar moet ik heen? Ja, links. Ik wil daar parkeren. Ik zwaai wel nu eventjes. Dit is echt heel awkward. Zou ik zeggen, op zelf ook rondjes? Oh. Ik wou je niet aanrijden hoor. Heel awkward. Oh. Hey, oh, en hij hier? Nee, hij deed dat ook daar. Mijn auto staat erachter. Oh ja, daar. Ze heeft een grote gedaan. Oh, je kan ook dit doen. Huh? Dit heb ik oprecht nog nooit gezien. Lekker veel wat, maar hij staat wel heel erg omhoog. Ja. Ja, op zich ook prima. Ik vind alleen hier, dit ligt hier. Moet je even. Oh, nee. Zie dat nou verkeerd? Je kan iets ophangen daaraan. Ja, dacht ik ook al, maar. Oké, wacht. Ja. Gezellig! Het lijkt al leeg. Ja, omdat je mij gaf. Nee, op die foto. Oh. Oké, jij maar een video. Hallo. Leuk dat jullie kijken naar een video. Met? Janette. Janette. Ik moet nog een beetje bijna aan mijn haar. Ja, mijn haar ziet er naast jou nu echt vreselijk uit. Het lijkt als ik zeg maar mijn haar zo heb. Alsof ik alleen dit heb, dus. Hoezo doe je het dan niet los? Ja, die voel ik niet vandaag. Maar heb je wel snel haar van jezelf? Ja. Oh ja, ja dat heb ik wel. Niet. Dat heb ik niet. Maar goed, we hebben vandaag een McDonald's mukbang voor jullie. En we gaan roddels bevestigen of ontkrachten. Ik heb op Instagram zo'n vraagstukketje gedaan. Met of jullie nog roddels hadden. En die heb ik even bij elkaar verzameld. Zitten wat leuke bij. Ik heb ze nog niet gezien. Nee, dus die gaan we vandaag behandelen. Dus heb je zin in deze video, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en op Janette haar kanaal. Ik zal even haar kanaal in de beschrijving zetten. En dan gaan we snel beginnen. En let op de zon hier. Oké. Je ziet dat echt niet hoor. Nee? Dat valt echt heel erg mee. Oh, oké, okay. Nou, we hebben een hele tocht achter de rug. Nou, echt ervaring rijker. Ja. Ja, maar ik heb ook nog nooit een video met iemand anders gefilmd. Oprecht niet. Nee? Dit is mijn tweede. Cute. Cute. Ik kijk nu ook alleen maar de vlogs van Gio. Oh, ik kijk Gio ook hoor. En ik kijk Don ook. Kijk Don? Dat kijk ik niet. Die vind ik echt grappig. Nee, maar die gun ik het ook. Nee. Maar mijn vriend kijkt hem, dus ik weet niet. Kijk jullie het samen? Nou, nee, dat niet. Maar hij kijkt dan dat en dan kijk ik mijn mensen, zeg maar. Oh, nee. Pak je roddel erbij. Ik ga mijn roddel erbij pakken. De eerste roddel. Trouwens, heb je gezien? Ja. Jij hebt zo'n ding. Deze moet je één keer open doen. Ja, oh, en dan... De tussen. Ja, wacht. Ik ga het laten zien. Toen ik dat zag, dacht ik echt, what the fuck? Zo. Ja, ik vond dat... Dat is toch niet chill ook, nee? Oh. Nee, ik ga het niet doen. Ik vond dat zo bijzonder. Nee. Nee, want raar. Dan heb je ook de hele tijd die warme gloed in je gezicht. Ja, ook dat. Nou, ik wist niet eens dat dat bestond. Maar goed. Ik wist het ook. Oké. Nee. Fijn. Ik kan echt niet. Heb je er veel gekregen? Ik kreeg wel veel volgers van jou erbij. Echt? Ja, maar wij hebben vraagsticker? Ja, maar wij hebben natuurlijk niet echt hetzelfde publiek. Omdat mijn publiek, nou wel hetzelfde publiek, maar mijn... komt uit een andere omgeving. Ja, dat echt. Ja. Want ik heb wel het idee dat veel mensen bij mij uit regio... Sorry, afgeleid. Wat is dit? Die heeft niet zijn stuur. Hè? Dit heb ik oprecht nog nooit gezien. Oh, te laat. Was een brand of zo. Heel bijzonder. Een soort weef. Oh, nu is het weg. Oh, wat goed. Maar oké, ja, laten we even in ons verhaal blijven. Ik weet niet meer wat ik zei. Ja, andere regio. Ik kom uit Twente. Daar is ook een roddel over. Twente? Ja. Dat is dus echt heel grappig, want we hebben nog niet eens een roddel en we hebben nu al... Maar oké. Het gaat echt van hak op de tak dit. Oh. Ik kom uit Twente. Wat doe je? Oh nee. Maakt niet uit.
kan gebeuren. Alle saus. In een bakje. Oké, ja. Jij komt uit Twente. Ik kom uit Twente. En voor in die omgeving, zeg maar, praat ik dus heel stads. Mensen vinden ook dat ik heel stads praat, zeg maar, als ik daar ben. Gewoon in mijn leefomgeving en zo. En als ik dan met mensen ga, zoals jij, kom je echt uit Den Haag? Nee, ik kom uit Voorschoten. Oh, ik ken dat niet. Dat ligt naast Leiden en Den Haag. Oh ja. Gewoon in het midden. Ja, nou ja, jij zei ook al net je accent, weet je wel. Die McDonald's mensen verstonden mij net ook niet. Nou, dat is gewoon omdat het te zacht was. Ja, denk je? Ja, ik hoop het. Dat verstaan ze echt wel. En kijk, nou ja, zo gek. Nou, maar goed. Ik vind het wel echt oprecht meevallen, maar krijg je er reacties over? Want daarom denk ik, dan is jouw publiek heeft ook gewoon dat accent. Nou, mijn publiek heeft denk ik sowieso best wel veel dat accent. Ja. Want ik kom allemaal wel een beetje uit deze omgeving. Maar dat gaan we gelijk die roddel doen. Okay. Er was een roddel. Floor accentueert haar accent omdat ze uniek wil zijn. Ja. Dat vind ik een hele mooie marketingstrategie. Maar kom in dat doe ik wonen. Niet. Nee, want als je video's kijkt van 2 jaar of 3 jaar terug, dan zie je eigenlijk echt hoe Twents ik praat altijd. En ik weet niet hoe dat kan, maar het is gewoon heel erg veranderd. Omdat ik denk ik ook mensen als jou, zeg maar, kijk. Ja, die praten toch anders. Dus dan ga je het overnemen of zo. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Voor, zeg maar, in Twente praat ik dus niet Twents. Dus nee. Maar ontkracht. Ontkracht. Dat is niet waar. Ja. Yeah. Zo gedaan. Ik heb gewoon Zoveel onzin ook bij. Oh. Met zo'n die micropenis. Ja, ik dacht, ja, wat moet ik dan mee? Dus ik dacht, de leuke haal ik even uit. Ik krijg altijd reacties over dat ik een babystem heb. Echt? Ja. Oh, dat vind ik niet. Maar ik heb soms, als ik gewoon met andere mensen ben, dat ik dan ook... Ik heb soms dan, als ik heel enthousiast ben, dan ga ik zo heel hoog praten, omdat ik dat ook in de klas doe. Oh ja. En dan gaan mensen dat zeggen. Oké. Oh, wat stom. Ik doe wel gewoon die eerste. Dat jullie zonder make-up niet naar buiten durven. Ik wel. Ik durf het ook wel, maar ik ben wel echt catfish zonder make-up. Bij mij is het wel echt heftig. Dat zei iemand ook. Oh. Als roddel. Over catfish, mij. Nee, als beide. Oh, catfish okay. As fuck. Ik dacht echt... Dank je, love you. Nee, bij mij is het wel echt heel erg. Ik schaam, Nee, het is wel echt heel erg. Ik doe ook nooit, nooit make-uploos in de vlogs. Maar waarom niet? Je hebt toch ook wel wenkbrauwen? Ja, ik heb wel wenkbrauwen, maar geen wimpers. En mijn wimpers zijn wel opvallend een soort van, dus als dat wegvalt... Ja, ik heb ook geen meer ik vind me gewoon dan heel erg jonger uitzien. Oh, weet je wat ik een keer heb gehad? Ik moest toen luizen shampoo halen, dat was echt 2 jaar terug of zo, bij de Kruidvat. Blijkbaar moest je daar 14 jaar of ouder voor zijn. Nou, ik was gewoon 17. Dus ik kwam daar, maar ik was gewoon zonder make-up, heel wit, was in de winter. Mm-hmm. Ik had mijn wenkbrauwen nog niet gepowderbrowed, weet je wel, dus dan heb je ook geen wenkbrauwen. Ja, dat heb jij gedaan, ja. Ja, dus ik kwam daar mm-hmm. En die vrouw zegt, ja, mag ik je idee zien? Ik zei, voor luizen shampoo. Zegt ze, ja, moet je 14 jaar of ouder voor zijn? Ik nee, zeg, dat is niet waar. Die heb ik niet mee, maar ik ben 17, weet je wel, nou ja, toen. Nou, ik vond dat, ik dacht, nou, ik ga hoezo nooit zonder make-up naar buiten. Hoezo dan? I don't know. Zit daar giftige stof in? Geen idee. Was voor mij ook helemaal nieuw. Ik dacht, wat is dit nou? Oh nee. Nee, ik heb wel een keer gehad. Toen was ik uit eten, laat maar zeggen, wat nu mijn ex is. En toen vroegen ze de hele tijd mijn legitimatie altijd als we wijn gingen bestellen. Oh. En van hem niet, terwijl ik ouder was. Mm. Nou, dat vond ik ook altijd heel... Dat is echt pijnlijk. Maar ik had ook wel het gevoel dat sommige meisjes het ook expres deden. Om dat te vragen. Om een beetje een zo van, awkward, ja, om zoiets... ongemakkelijk gevoel te geven. Ja, want ik zei ook een keer, huh? Oh. Maar dat was dan nog zelfs met make-up. Oh, dat is wel echt heel lullig. Nee, maar ik heb wel eens een keer make-uploos ben ik wel eens naar stage geweest. Ja? En één keer make-uploos naar school. En toen dacht iedereen dat ik ziek was en daarna was ik getraumatiseerd. Vreselijk, hè? Nee, ik durf dat ook wel. In mijn weekvlog en zo doe ik ook heel vaak geen make-up op. Ja, bij jou zie ik het ook wel veel. Dus nee. Ja, maar mij boeit dat echt niet. Maar inderdaad, als je wenkbrauwen goed zit, is natuurlijk ook alweer 80% van ja, je gezicht. Ja, echt. Als ik geen wenkbrauwen, toen ik nog geen wenkbrauwen had, ja, dan snap ik wel dat mensen denken dat ik ziek ben. Ja. Nou, jullie zijn beide arrogant. Die hoor ik altijd. Ja, hoor je ook onder je video's? Nee, altijd met roddeldingen. Oh, met roddeldingen. Ja. Ja. Of vriendinnen die dan zeggen, oh, ik dacht echt dat je heel arrogant was. Oh echt ja. Altijd. En dan kennen ze mij dan, oh, echt totaal niet, weet je wel. Hm. Ja dan. Ik vond, nee. Ik heb niet, ik had juist het idee bij jou dat je juist een soort van te lief was. Ja, ik kan wel een beetje te lief zijn. Maar ik ben wel heel dom. Oké, ja. En ik kan ook wel heel direct zijn. Mm-hmm. Zeg maar. Als iets me niet aanstaat of zo, dan zeg ik dat ook wel. Nou, ik heb soms wel, als ik mijn vlog bewerk, denk ik, heb ik dit echt gezegd? Ben ik zo gemeen? Ja.
Zeker nu omdat ik dan samen woon met 3 andere meiden. Mm-hmm. En dan zeg je gewoon iets sarcastisch. Mm. En dan denk ik echt, oh my god, Jan, dit kan je echt niet zeggen. En dan heb ik het er ook uit. Maar ben je sarcastisch? Ja, best wel. Ja, ik ook. Maar dan, ja, soms wel gewoon echt op een verkeerde manier, denk ik. Mm. Dat ik denk, oh, dit kan ik echt niet. Ja, soms, maar dat is echt wel soms heel confronterend aan, nou ja, dat je alles op beeld vastlegt. Want zie je dingen terug en denk je echt, oh mijn god. Ja, nou wat ik dus ook bijvoorbeeld nu heel erg heb, met een soort van met daten. Dat ik ook niet wil dat iemand dan weet dat je een YouTube kanaal hebt. Omdat je dan alles ziet. Mm. Aan het begin. Mm. Want wat vindt jouw vriend daarvan dan? Nou, hij vindt dat alleen maar leuk. Hij vindt echt leuk dat ik dat gewoon dingen voor mezelf doe. En ik deed het ook al voor ik met hem kreeg. Ja. Dus ja, hij moet maar, weet je wel. Ja, maar hij hoeft er zelf niet op of zo, maar dat vind ik prima. Ja, vind je dat niet kut? Nee. Maar dan film je gewoon als hij in de kamer zit en dan film je. Ja. Of, nou ja. Hij vindt bijvoorbeeld ook niet heel erg als hij er soms op staat of zo. Okay, ja. Maar hij hoeft er niet, nou, net zoals jou, nu zo hier te zitten en dan... Ja, is wel heel leuk. Wordt wel ook goed bekeken. Ja, dat wel. Maar goed, nee. Maar ik vind dat wel leuk. Dan heb je ook nog wel iets privé, zeg maar. Ja, dat heb ik bij mijn werk, heb ik dat dan. Dat jullie samenwerkingen doen voor het... Oh, maar wat was eigenlijk die vorige? Want we hadden niet gezegd of we... Oh, dat jullie beide arrogant zijn. Oh ja, beide arrogant. Nee. Niet waar. Nee. Ontkracht. Ontkracht. Oké, dat jullie samenwerking doen voor het geld en niet voor de leuk. Nee. Oké. Ik ook niet, maar... Nee. Ik bedoel, als ik dat wel zou doen, dan... Maar volgens mij denken mensen dat je echt heel veel geld krijgt voor samenwerking. Ja, nee, dat valt ook wel mee. Nee, dat valt echt heel erg mee. Maar anders werk ik ook met YouTube niet. Dat je heel veel geld verdient. Ja. Valt... Oeh, ook wel mee. Ja, oh, dit is ook echt heel ongemakkelijk. Mm. Die kerels hebben niet eens door dat wij hier zitten. Ze keken vol in die camera. Oh. Hij keek zo naar binnen. Nou ja. Nee, heb je wel een samenwerking dat je achteraf denkt van nee, dat had ik niet moeten doen? Nou, ik heb echt mijn eerste samenwerking zoals met zo'n armbandje. Nee. Echt mijn allereerste, dat is echt 3 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Ik kreeg zo'n armbandje opgestuurd. Gewoon, ja, en als gewoon een sieradenwebshop bedoel je of anders? Ja. Ja, okay. Nou ja, en echt 1 armbandje zeg maar. En dan moest je dan een Insta-post mee doen. Maar ja, als ik daar nu naar terugkijk, ja, dat armbandje ziet er niet uit. En dat vond ik toen eigenlijk ook niet, maar ik vond het gewoon leuk om dat te krijgen. Want het was mijn allereerste keer, weet je wel. Ja. Dus misschien dat, maar ik heb nog nooit echt een verder samenwerking gehad of zo dat ik denk, nee, of betaalde of zo. Nee, oké. Nou, ik vind het soms wel lastig, want bijvoorbeeld ook met dat Clues, want ik zag dat net bij, ja. Mm-hmm. Maar ik heb gewoon een horloge die ik altijd draag. En ga ik hem dan, weet je wel, zo om het hebben, snap je wat ik bedoel? Maar kun je hem dan niet afwisselen? Ja, maar het is om je stappen en zo bij te houden. Oh, zo'n Apple Watch. Ja. Mm. Ja, dus dan ga ik dat niet. Dat is heel raar als je dat afdoet, want dan klopt het niet meer. Mm-hmm. Ook al heb ik hem nu niet om, maar dat maakt niet uit. Nee, dat snap ik wel. Voor de rest, even nadenken. Ik heb soms ook wel eens met Naked dat ik denk, ik vind niet alles leuk. Ja, maar dat heb ik ook. Maar dan heb ik het zeg maar gepast. En dan is het als ik het aan heb dat ik denk. Ja, dan denk ik dit van. Dit ziet er niet uit. Of. Dit is wel anders dan ik had verwacht. Dat. Maar dat is denk ik ook wel normaal. Ja, dat is ook wel normaal. Maar soms denk ik dan wel, oh, er zit nog steeds een kaartje aan. Oh ja. We hadden wel gezegd, oh, ik vind deze echt heel leuk. Ik zou deze heel vaak dragen. En dan denk ik toch wel achteraf van, oh. Maar ik heb ook te veel. Ik kan niet alles dragen. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel zo. En 1 keer samenwerken met Oral-B. Daar had ik niet echt, dat had ik niet moeten doen. Oral-B? Voor tanden staan. Moet je dan een foto voor je tanden maken? Nee, gewoon van de tandenborstel ook. Op mijn Instagram. Ik weet niet of die foto er nog op staat. Maar toen dacht ik wel even van... Het was wel gewoon echt een fijne tandenborstel. Ik gebruik het nu nog steeds. Gewoon die Oral-B tandenborstel. Maar ik dacht gewoon een beetje, ja, past dit echt bij mij? Nou, het is wel handig. Ik bedoel, iedereen gebruikt het. Er zijn wel dingen waar ik meer enthousiast over ben dan andere dingen. Ja, maar dat is er denk ik ook wel normaal. Heel normaal. Mm-hmm. Nou, doe even een pittige. Oké. Een pittige. Ik krijg het helemaal warm. Die zon staat hier zo op. Echt vreselijk. We kunnen nu een andere plek zoeken. Ja, zullen we dat even doen? Ja. Dat was helemaal naar. Of je wisselt van plek. Opeens ik aan de andere kant. Ja. Oké, wacht. Moet ik wel even mijn eten veilig stellen? Kut! Cut it! Wat is dat? Pardon. Dat staat erin. Dat pardon, staat erin. Pardon. Ik kan dat niet. Ja, soms gebeurt dat gewoon even. Moet je nagaan als ik cola of zo doe. Ja, ik heb het wel altijd uitgevloed. Ik heb het wel door cola, ja. Cola. 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 Oh mijn god, wacht. Ik doe even mijn gordel. Dit is toch helemaal naar? Het heeft niet. Ach, we zijn zo weg. Ja. Kan wel. Kan wel. Ik heb echt skida. 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 Oké. Okay. Motortje uit. Gebruik je dat woord ook in Twente, skita?
Of heb je dat dan? Heb je zelf bedacht? Nee, ik gebruik dat woord ook. Skitta, oh hè? Ik gebruik het ook wel eens. Nee, dat gebruiken we niet. Typische. Wat is een typisch trendwoord? Nou, porname. Wat is dat? Porname. Oh ja, raden, dat is leuk. Okay. Porname. Wat zeggen we als. Wanneer denk je dat je dat zegt? Nog een keer? Wanneer denk je dat je zegt porname? Pak maar. Pak maar. Nee. Wat is het dan? Porname, bier drinken. Bier drinken. Oké, okay. Heftig. Pummon. Huh? Pummon. Piemel? Oh, dit vind ik grappig. Nee. Pummon is. Ik wil een aparte video maken hiervan. Ja. Video 2. Nee, pummon is dat je een beetje gaat drinken. En dit zeg jij ook gewoon dan thuis? Ja. Porname. Ga even porname. Nee. Ja. Porname. Oh, ja. Of je hebt. Vaak ben je te bangen. In welke zin? Of is het een zin? Dat is een zin. Volgende keer beter. Vaak ben je te bang. Oftewel. Oh, je bent heel bang. Bluff dan. Oh. Ja. Je bent bang. Ja. Mm. Ja, nee, niks voor mij. Heb jij nog een bepaald leuk woordje wat ik niet ken? Of zo? Nee, maar wij hebben geen andere woorden, denk ik. Nee. Wat zeggen jullie als je gaat drinken dan? Gewoon zuipen? Zuipen, ja. Of lam? Zoep. Lam. Zoep. Wat is dat? Zuip. Zoep. We zeggen dan... Zoep met de kels. Lam. Lam gaan. Ja. Nou, dat zeg ik ook wel. Ja, lam. Oké, zullen we verder gaan? Ja. We hebben echt nog niet veel roddels gedaan. Dat Floor heel hyper is. Nou, ligt eraan. Ja, bij wie ik ben. Ja. Maar niet per se hyper. Gewoon, ben er wel. Ja. Nou, ik krijg er wel echt heel vaak opmerkingen over. Dat je hyper bent. Ja. Nu, want ik woon dus nu met twee meiden die ik dan niet kende. Oh, je woont echt met twee meiden die je niet kende? Ja, dus laat maar zeggen... Heftig. Laat maar zeggen... Vond je dat niet eng? Een vriendin van mij en dan zijn het dan weer vriendinnen van haar en dan een vriendin van haar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus we kennen wel allemaal iemand of twee mensen. Ik ken er dan één, zo. Maar, hoe heet het? Zij zegt ook de hele tijd, oh, je bent zo druk. Was ze gek van je? Of kan ze het nog wel handelen? Ik denk wel dat ze het nog kan handelen. Maar ik heb gewoon soms dat ik opeens helemaal zo heel hyper word. Dat je echt zo'n bui hebt. Ja. Of dan ga ik van die TikTok dansjes doen, weet je wel zo. Dat van die flie TikTok dansje en dan denk ik, ja. Oh, maar ik vond die TikToks best wel goed. Met dat shuffelen of zo. Dat weet je ja, maar dat kan ik wel. Maar niet dat mooie... Ik ben daar veel te lomp. Ik kan maar ik vind het wel niet. Leuk om te doen. Het ziet er heel goor uit. Maar. Ja, er was één dat... Jij wel pittig. Nou, heeft Janette echt een trio gehad? Nee, dat heb ik niet gehad. Ik krijg altijd hele rare dingen als ik roddels ga bevestigen en ontkrachten. Ja? We hadden het eigenlijk in mijn story ook moeten zetten. Nou, het stond er een soort van in. Ja. Maar ik krijg altijd hele rare dingen. Maar het zou denk ik ook spannend. Niet kunnen. Nee, maar stel je zou het moeten doen. Zou je het dan met een jongen of een meisje erbij doen? Met een meisje. Ik denk dat ik het heel heftig vind om met... Met twee mannen. Ja, dan moet je helemaal zo. Lijkt me ook wel heftig. Maar twee vrouwen lijkt me ook wel heftig. Ja, maar ik zou het sowieso... Ik zou toch dan liever twee mannen doen, hoor. Nee, ik niet. Maar ik zou sowieso niet in een relatie kunnen, want ik ben wel jaloers. Nee, ik ben ook wel jaloers. Ik ben niet per se jaloers, maar... Ja, als het om een trio gaat wel. Ja. Ga je je vriend niet delen? Nee. Maar zou je het dan met een onbekende jongen doen of iemand die je al kent? Als ik een trio doe? Ja. Dan denk ik onbekend. Zeg maar met mijn vriend en onbekende. Ik zou niet met zijn vriend en dan... Oh ja. Dan kan ik diegene niet meer aankijken, denk ik. Floor is ooit met een meisje bevriend geweest omdat ze rijk was. Nou, die vond ik dus echt bijzonder, want... Wie dan? Ja, geen idee. Ja, wat laat jij veel vriendinnen in de vlog zien? Nee, maar ik heb ook niet heel veel... Ja, dat klinkt heel zullig. Ik heb, geen rijke vriendinnen. Nee, ik heb een paar goede vriendinnen. Well, vriendinnen. Vriendinnen. Ja. En die hoeven niet in beeld. Ja. En die ken je een paar wel, van maar... school of zo? Of van... Nee, van de buurt? Van de buurt. Nee, één vriendin ken ik van sporten. Toevallig, zelfde sport. En de ander van... Ja, mijn buurmeisje, zeg maar. Mm-hmm. Daar was ik altijd echt beste vriendinnen mee. En zij heeft dan weer... Had een beste vriendin, zeg maar. En toen ging we via, zeg maar, met elkaar om. En dat is nu mijn beste vriendin geworden. Dus echt een beetje via allemaal. Mm-hmm. Ja. Maar... Dus nee, ontkracht. Ik vind ook niet dat jij... Of zo te koop loopt met dingen of zo. Snap je wat ik bedoel? In je vlogs of dat je... Nee, toch? Nee, ik vind juist altijd dat jij heel erg...
een soort van oprecht zo van, oh, dat je het wel echt leuk vindt. Ja. Ik kan soms best wel slecht tegen als mensen zo... Oh, zo met shoplogs of zo. En dan kijk dit en dit. En ik heb ook nog dit. En ik heb geld als drek. Ja. Zeggen ze dat ook bij jullie? Geld als drek? Wat is dat? Oh, nee. Dus. Dat zeggen mijn ouders. Of nou, mijn vader en ik altijd. Ah, joh, die heeft geld als drek. Die heeft super veel geld. Nou, dan zeg ik gewoon het geld niet. Ja, het geld groeit niet om mijn rug. Maar dan ben je dus juist arm. Oh ja. Geld als drek. Gewoon donders voor geld. Oh. Nee, dat zeggen we niet. Nee. Maar ja. Nee. Nou, de volgende roddel was dat wij dus average meisjes zijn die R&B luisteren. Doe hem weer. Ben jij een average girl? Nou, ik vind, ja. Maar hoezo? Ik snap niet hoe mensen hierbij komen. Nee, maar hoezo is dat average? Ja. Boeien, als jij dat wil luisteren, dan luister je dat toch lekker? Ja. Denk ik dan. Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh. Mm-hmm. Ik luister alleen maar Lil Kleine. Lil Kleine? Nee, grapje. Ronnie Flex? Nou, ik luister wel echt. Ja. Echt te veel van dat, nou ja. Maar ja. Is toch oké? Ja. Toch? Maar bij mij ligt het ook weer aan met wie ik ben. En soms heb ik ook gewoon... Ik heb ook gewoon heel vaak gewoon de top 50 gaan staan. Dat vind ik ook gewoon prima. Nee. Net als Sky Radio. Oh, dat blijft... de 5 minuten hetzelfde liedje. Oh, wij luisteren dat de hele dag. Oh, nee. Wij hebben thuis zo'n... Moe van. Zo'n Google Home ding. En dan zeg ik gewoon de hele dag... Hey Google, zet Sky Radio. Oh, nee. De hele dag is Sky Radio. Doe maar eerder 538 of zo. Ja, oké. Okay. Ja, oh, heb je ook... heb je gel lak? Of heb je... Nee. Ik heb Biap. Biap. Mm-hmm. Is dat chill? Ja. Vind ik wel. Maar het is alweer een beetje uitgegroeid. Dus ik moet alweer... Want hoe lang is dit nu geleden dan? Wanneer het gelijk komt, 3 maart. Oh. 2,5 week. Wat heb jij dan? Ik heb wel een kriel nu. Oh ja. Ik dacht, ik doe er even wat leuke hartjes op. Ja, ik dacht, doe gekke folie. Mijn vader zegt, wat heb jij voor viesigheid op je nagel? Ik zeg, dit is een folie. Bedankt. Ja, nee, als ik gekke dingen doe met mijn nagels, snap ik mijn ouders dat ook niet hoor. Nee, mij ook niet. Nee, iemand zei dat je liever bij je moeder woont dan bij je vader. En dat vind ik best wel heftig. Mm. Ik denk, oké. Okay. Ja. Maar wel met een hartje. Met een... Dat is wel... Hashtag geen haat. Hashtag geen... Oh, dat had ik ook. Je bent echt heel lelijk. Hashtag geen haat. Ja, dat jullie arrogant zijn, denk ik niet hoor. I love you. Dat was die. Maar nee. Nee. Zijn jouw ouders gescheiden? Ja. Oh, ja. Maar ik zou ook heel graag bij mijn vader willen wonen. Maar hij woont in Apeldoorn. En dat is een uur rijden van waar ik nu woon. Dus dan ben ik een uur van alles weg. Van mijn vriend, van mijn sport, van weet je wel, alles. Vriendinnen. Ja. Dus maar vandaar. Hoe vaak zie je hem dan nu? Het verschilt echt de ene keer 2 keer in de week, de andere keer 4 keer in de week. Ja, maar ik heb, laat maar zeggen, mijn hele leven lang allebei gedaan. Dus gewoon echt om de week, want ze waren gewoon allebei in Voorschoten toen. Dus dat was voor mij heel makkelijk. Alleen, ik zeg wel altijd dat ik een vaderskindje ben, maar eigenlijk ben ik dat niet. Nee? Nee, want wat ik heel lastig vind, ik kan met mijn moeder wel veel beter praten of op die manier over hele andere dingen praten. Maar ik had... Toen ik een puber was, daar zeggen wel de meeste gezeik. Laten we zeggen, ja, okay. Zo, dat. Ja. Ik heb het helemaal warm ook. Ja, even rondje lopen. Oké, wat is leuk om af te sluiten? Heel erg bedankt voor het kijken. Nee, maar jij moet het in het Twents doen. Ja, maar... Weet je wat wel leuk is? Als mensen andere video-ideeën achterlaten misschien. Ik dacht misschien dat het ook leuk was om een keer kleding voor elkaar te bestellen. Oh, dat is leuk. Ja, shit, is goed. Ja, oké. Okay, laat inderdaad. Oké, okay, we gaan hem afsluiten, want we kunnen echt nog uren doorgaan. Laat even leuke video-ideeën achter die we met z'n tweeën kunnen doen. Doe ik niet. En check even Janette haar kanaal. En natuurlijk de video. En dan gaan we hem nu afsluiten. Ik moet nog even bedenken hoe. Heel erg bedankt voor... Dat zeg ik altijd. Heel erg bedankt. Ik zeg ook niet. En ik zie jullie. Ik zeg altijd, ik zie jullie. Maar ik zie jullie niet. Ik zie jullie tot de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Doe de groet naar je moeder. Een groet... De groet. Maar wat zeg je dan? Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Ik moet helemaal niets. Maar hoe doe je dat in het Twents? De groet. De groeten. Dus kom pielen wassen. Wat? En dan zie ik jullie... Dan zeg ik het weer. Ik zie jullie tot de volgende video. Oké, doei.